Een hele goedemorgen. Vandaag gaan we beginnen met een heel erg gaaf project. Wij gaan namelijk een Audi Q8, die momenteel niet zo rijdend is, weer rijdend proberen te maken. Dus ja, ik ben begrijpen niet de eerste die een auto gaat repareren, maar samen met Fossil Flexon hebben we dus al heel vaak verschillende dingen mogen doen in het autoschadevak. En vandaag gaan we een stapje verder, want deze Audi Q8 naast mij heeft een ongelukje gehad. Het is een ongelukje. Van de voorkant is niet heel veel meer heel. De motor is gelukkig intact, maar waar we hier naar kijken is 30.000 euro schade. En de vorige keer dat we op deze locatie in Waalwijk waren, hebben we natuurlijk jullie laten zien hoe komen we tot een bepaald bedrag. Nou, dat hebben we ook bij deze Audi Q8 gedaan. De expert is langsgekomen en we hebben dus goedkeuring gehad om deze Q8 achter mij te gaan repareren. En ja, 30.000 euro schade klinkt inderdaad als heel erg veel. Dat is ook heel erg veel geld. Maar als je ervan uitgaat dat dit zeg maar het resultaat is, deze koplamp 4500 euro exclusief BTW kost, de andere ook stuk is, de bumper helemaal stuk is en we dus al kwijt zijn 20.000 euro aan materiaal. Dat betekent dus dat we 1/3 overhouden voor personeel, et cetera. Nou, mijn hemel, mijn goede. Maar voordat ik jullie ga vertellen wat er nou precies met deze Audi Q8 is gebeurd, kijken we alvast naar de onderdelen die op deze auto moeten, voor zover we dat nu kunnen zien. We hebben de intake gedaan, de experts nogmaals langs geweest. Maar uiteraard, er kunnen altijd dingen zijn na het uitlezen waarvan je denkt van, dat dacht ik niet. Maar dan moeten we toch gaan vervangen. En nee, het is niet zo dat het stopt bij een kleine kar. Ik kijk hier naar een soort van twee grote volledige kooien. Ik gok dat dit een bumper is. Hier hebben we natuurlijk de plastic of het dempingmateriaal wat achter de bumper zit. Dan moet je kijken wat hier al allemaal achter zit. Dit is kabelzet voor de bumper. Hier nog heel veel andere dingen. Maar voordat we hiermee gaan beginnen, denk ik dat het leuk is om heel even een paar prijzen. Want ik heb hier al de complete prijs opgehaald van wat we dus allemaal momenteel willen gaan repareren. De bumper namelijk, 1193,36 euro. Ex-BTW. Het ventilatierooster, wat hier achter hoort, 139,58 euro. De koplampen dus, 4500 euro ex-BTW per stuk. En nee, niet alleen bij het bestellen van een koplamp zijn we klaar. Want er horen nog een paar andere dingen bij. We hebben namelijk koplamp links en koplamp rechts. Dan hebben we natuurlijk nog de ventilatoren die hierbij horen, links en rechts. Dan hebben we de afdekking hiervan, de module van de koplamp. En dan pas kunnen we gaan monteren. En verder hebben we nog een hele dure jongen. Het voorraam van een Audi Q8 kost namelijk 2425,70 cent. Ex-BTW, ex-montage. Nou, zoals jullie achter me zien, we zijn al een heel eind op weg. De volledige voorkant van de auto ligt eraf, in te koelen, alles. We zijn een heel eind, maar nog niet klaar. Ja, en uiteraard hebben we hier al alles mooi op rijtje. Dit is een bumperbolk. Allebei de zijschermen, die waren dus krom, slechts een klein beetje beschadigd. Dit komt natuurlijk uit de wielkasten. Dit is een soort van boven het spatscherm, dus een soort van boven het spatscherm. De bumper. Helemaal. Niet meer 100% zeg maar. De wielen zijn nog gelukkig intact. Die velgschouder zat er al op, gok ik. Koplampen. Allemaal kleine dingetjes inderdaad. Waterreservoir. Airco systeem is ook klaar. Alles is eruit. Dan vervolgens gaan we dit. Nou ja, allemaal monteren natuurlijk. Dit is waar we mee gaan beginnen. Ja, en in eerste instantie dacht ik eigenlijk altijd dat het demonteren van een auto heel erg makkelijk was. Je trekt gewoon alles los en je kijkt wel waar het schip strandt. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn, want eigenlijk de dingen die we eraf halen willen we misschien ook weer gaan hergebruiken. Dat kunnen we nu nog niet goed inschatten. Dus nu is het heel erg belangrijk dat we de auto goed demonteren, rustig demonteren en dat we sommige dingen misschien nog kunnen gaan hergebruiken. Ja, en ik zou jullie natuurlijk het liefst een heel erg spectaculair verhaal vertellen van het verhaal achter deze Audi Q8. Wat is er nou precies gebeurd? Is die ergens op ingereden? Is het misschien een klein telefoonmomentje? Wat we helaas heel veel meemaken natuurlijk op de snelweg. Maar nee,
Deze auto stond ergens geparkeerd en er is een vrachtwagen of een trailer of iets is achteruit tegen de auto aangereden die inderdaad zo'n grote schade heeft aangericht. En dat verklaart ook meteen inderdaad waarom dit allemaal heeft doorgeschoten. De motorkap, als we hier even door deze ravage heen lopen, natuurlijk zo onwijs is ingedeukt. En hier zien we van die, nou ja, van de onderkant van een soort vrachtwagen trailer zien we natuurlijk afdrukken zitten. Dus ja, nogmaals. Het verhaal leek misschien heel erg spectaculair van deze auto en ik wist het ook niet, ik kreeg het net te horen. Maar het valt eigenlijk wel een soort van mee, gelukkig, tussen aanhalingstekens. Ik hoop in ieder geval dat jullie aflevering 1 hartstikke gaaf vonden. Er komen natuurlijk heel veel dingen bij kijken en ik ga het jullie allemaal laten zien. Vergeet niet te liken, niet te abonneren en dan zie ik jullie weer heel erg snel. Hoi!